Ja, we zeiden het net al eventjes, van kinderporno tot onthoofdingen. Dat gebeurt er allemaal in WhatsApp-groepen van scholieren. We gaan erover praten met Sharon Stellaert in het kader van school en opvoeding. Goedemorgen, Sharon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wel heel erg heftig dit, hè? Ja, het is schrikken. Het is echt gewoon heel erg naar. Ja. Er is onlangs een onderzoek gedaan door een journalist. Die heeft eigenlijk zich begeven in dit soort WhatsApp-groepen onder tieners. Om eens te kijken van wat wordt daarna gedeeld, wat wordt er besproken. En dat zijn dus niet echt zeg maar vriendengroepjes van bekenden. Maar op een gegeven moment maakt iemand een groep aan. En daar komen dan steeds meer telefoonnummers in. Dus het zijn ook vaak groepen van mensen die je niet eens goed kent. Heeft hij toestemming gevraagd om dan te infiltreren als het ware in die WhatsApp-groepen? Dat kan natuurlijk ook niet zomaar. Nee, of je maakt gewoon een groep aan. Hè? Hij zegt van het is niet ingewikkeld inderdaad. Want als je in één groep zit, krijg je vaak dan ook een uitnodiging om in de volgende groep te komen. Dus als je eenmaal in een groep zit, dan kan je er gewoon in blijven. En zo heeft hij dus onderzocht van wat wordt er dan gedeeld. En tuurlijk weet ik wel dat jongeren elkaar proberen te chockeren. En dat zeg maar stoer is om steeds een gekker filmpje te vinden. Mm-hmm. Maar waar hij mee is gekomen, is toch ook wel iets weer wat mij weer verbaast. Weet je wel? Dat ik denk van, goh, zijn dat zaken die worden gedeeld? Bijvoorbeeld kinderporno. Ja, daar schrik ik gewoon van. Dat gedeeld wordt en ook niet één keer. Hij is dat veelvuldig tegengekomen in die groepen. Maar we weten allemaal dat het natuurlijk verboden is. En toch gaat het nog zoveel rond dan ook. Ik bedoel, kan daar niet meer druk op uitgeoefend worden dat er meegekeken wordt? Nou ja, sowieso door ons als ouders. Hè. Dus het is gewoon goed om te weten dat dit soort dingen rondgaan. En ga er maar vanuit dat jouw kind, als het middelbare scholier is, ook in zo'n groep verkeert. En vraag er eens naar van, goh. Het is heel goed mogelijk dat ze het zien of dat ze het ook krijgen. Ja, absoluut. Stop niet je hoofd in het zand van mijn kind doet dat niet. Precies. Ik denk dat het wel waarschijnlijker is dat je kind wel in zo'n groep zit dan niet. En niet dat ze dat nou zo heel graag zelf willen zien. Mm-hmm. Maar Zit je te kijken? Ja. Nou, er staat op Videoland staat hier dus een documentaire over dit verhaal. Ik zet hem eventjes aan. Maar dan schijnt hier een of andere speaker niet goed te gaan. Maar die sprak dus met jongeren over die beelden die gedeeld worden in die appgroepen. En wat dat dan ook met ze doet. Daar heb ik stukjes van bekeken. Okay. En dan zie je ook dat jongeren daarover zeggen van ik vind het misselijkmakend. Ik wil het eigenlijk niet zien. Maar als ik uit zo'n groep stap, dan ben ik zeg maar een sukkel. Dan wordt er ook weer wat van mij gevonden. Ja. Ik wil het soms niet kijken, maar dan kijk ik er toch naar, omdat ik wil weten waar de anderen het over hebben. En zie dan soms beelden die ik eigenlijk helemaal niet had willen zien, of waar ik zelfs niet van kan slapen. Soms wordt het ook onder andere titels weergegeven, dat je het helemaal niet verwacht. Ja. Nee, ook dat. Dan druk je ergens op en dan krijg je iets te zien wat je vervolgens 's avonds niet meer van je netvlies krijgt als je probeert te slapen. Ja. En het punt is ook dat ze gaan steeds proberen verder te gaan. Hè? Want iedereen wil die ander overtreffen. Dus de beelden die ze te zien krijgen, gaan ook over moorden. Weet je wel? Het is echt de Boko Haram beelden gaan er bijvoorbeeld in rond. Van echt afschuwelijke dingen die je niet wilt zien. En die ook gewoon om hele goede redenen niet op televisie te zien zijn. Maar dus wel in dit soort groepen van waar jouw dochter van 14 Maar die kinderen zeggen dus ook gewoon opeens, er zitten 50 tot 100 mensen in zo'n WhatsApp groep. En ik krijg zoveel keer per maand krijg ik ook een uitnodiging om in zo'n groep. En dan doe ik dat maar. Dan denk ik, maar waarom? Ja. Wij maken ook wel eens een groep aan van weekendje weg of zo. Ja. Weet je, als je met z'n zessen gaat. Dat soort dingen deel je dan. Mm-hmm. Maar dit, en dat zijn dan bekenden. En dit zijn dit zijn allemaal onbekenden nog. Dit zijn ook onbekenden. En dat is waarom die jongens zo makkelijk kunnen infiltreren. Maar waarom doe je dat dan? Ja, het is mee willen praten, mee willen doen. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk heel logisch zijn voor pubers. Hè? Grenzen op willen zoeken, erbij willen horen. Maar deden wij dat vroeger dan? Dit was er gewoon niet. Nee. Dit is we waren heel bleu als je dat vergelijkt met wat kinderen nu allemaal weten, toch? Nou ja, ik denk dat beelden die zij hebben gezien, heb ik van mijn leven nog nooit gezien. En dat wil ik ook eigenlijk heel graag zo houden. Ja. Ja. Maar toch heb ik het idee van, ik moet daar wel van bewust zijn. En ook gewoon dat je met je kinderen daarover praat. Van niet alleen hoe was je dag vandaag op school, maar ook hoe was je dag vandaag online. Wat heb je gezien? Wat heb je meegemaakt? Ik denk dat nog een veel belangrijkere vraag is. Hoe was je dag vandaag online? Ja. Het is natuurlijk wel zo. Het is des kinders om te ontdekken wat de grenzen zijn. Weet je wel, wanneer er wordt gezegd van dat doe je gewoon niet, dat mag niet, dat kan niet, dat doe je niet. Dan wordt juist de nieuwsgierigheid ook wel weer een beetje aangewakkerd. Want je zegt wel, dat hadden wij vroeger niet. Maar vroeger lag dat in een heel andere categorie. Er lagen er ook boekjes bij de boekenwinkel waarbij stond volwassen. Ja. En dan was het toch als kind dat iemand ergens een keer in de klas had zo'n boekje ergens te pakken gegeven. Kijk eens wat ik heb. Nou, en dat is
zou ik nog onder de categorie schuiven, dan had je mazzel, weet je wel. Ja, maar onder dat mom schaart dit misschien ook een beetje. Het is natuurlijk hartstikke fout en het is absoluut niet goed te praten. En het werkt veel verder door dan de boekjes die we vroeger hadden. Ik denk dat het eigenlijk toch niet te vergelijken is. Want zeg maar, als je het bijvoorbeeld hebt over een stiekeme Playboy die je dan vindt, dan denk ik, nou, bonus, weet je wel. Ja. En dan knijp je als ouder een oogje dicht. Dan kun je de humor nog van inzien. Dan zie je de lol van in. Maar dit zijn echt de gedachten van jongeren ook, die zeggen, kijk eens wat ik heb. Alleen dat gegeven. Dat snap ik wel. Niet beter dan wat het teweeg brengt, hè? Dat je iets in handen hebt dat anderen niet hebben. Dus in dat opzicht kun je het vergelijken. Ja. Alleen de inhoud van wat je dus hebt, maar het is veel harder en verstrekkende gevolgen dat dit heeft. Ja, en ook dat je daar dus niet meer van gechoqueerd raakt op een gegeven moment. Hè? Want hoe vaak wil je zoiets zien voordat je denkt, oh, nou, het zal wel. En wat doet dat dan op de langere termijn? Gelatenheid. We weten het eigenlijk helemaal niet. Ja. Nee. Maar ook dat weer, dat werd niet gedeeld. Maar in de jaren 80 waren de video's over de Faces of Death waren wel hartstikke populair. Oh, ja. Iedereen wilde dat wel heel graag zien. En het feit dat daar gewoon 8 of 9 series van zijn geweest, is eigenlijk het teken dat dit min of meer ook een beetje van alle tijd is. Alleen je weet niet wat het voor gevolgen heeft voor een ander. Dat zegt, want ik weet nog wel, toen ik puber was, dat mijn vrienden daarover spraken. Ja, ik ook. Maar ik durfde dat niet te huren, want dan had je een pasje. En waar ging je dat dan bekijken? Want je ouders die zaten ook op de bank. Dus weet je, al dat soort dingen maakten het al veel minder mogelijk om dat soort expliciete beelden te bekijken. Ja. Terwijl nu, je bent er 1 muisklik van verwijderd. En dat is wel te makkelijk. En je ouders zien dat ook niet meer. Er is geen drempel meer. Nee, de drempel is weg. Het toezicht is weg. Dus het is wel een andere. Dat is dus het gevaar van de socials. Hè? Ja, dat soort het is dingen, wel dat echt een andere tijd. Ja. Ja. Wat moeten we nogmaals doen? Gewoon toch streng beter mee blijven kijken? Ja, en erover praten. Hou het gesprek erover gaande. En ook van, ja, wat doen die beelden met je? En ook je kind helpen van, als ze toch eraan denken om uit zo'n groep te stappen. Nou, maak ze daarin sterker van, joh, stap er gewoon uit, want je slaapt er niet van, weet je wel? Of, nou ja, enzovoort. Ja, chocopasta voor baby's, dat is het meest misleidende product van het jaar, dus Foodwatch. Ja. Is chocopasta voor baby's, is het echt een heel andere pasta dan die wij kennen als volwassenen voor op onze boterham? Volgens mij is het gewoon hetzelfde, toch? De kleine keuken, dat is wel een fenomeen, zeg maar. Dat is een merk en dat profileert zich echt als van, nou, als je iets wil kopen voor je kind, dan moet je bij ons zijn. En nou, die hebben van alles. Koekjes, zoutjes, chocopasta. En het wekt enorm de indruk dat als je iets koopt voor je kind, dat dan wel een goede keuze is. Hè? Dus dat je voor je baby. Voor je baby, voor je peuter. Dat is de fabrikant ook, de kleine keuken. Ja, hetzelfde als Ella's Keuken of Ella's Kitchen en zo. Die speciale bakjes met het maaltijden bij. En daar zo. Ligt het bij, ja, in de alles supermarkt. Wat juist speciaal voor je baby juist zou zijn. Ja, ja. Precies. En nou ja, die hebben nu dus het windei gekregen. Zijn ze voor genomineerd en hebben hem gewonnen. Zijn ze natuurlijk niet blij mee. Maar daaruit blijkt dus inderdaad dat er wel veel suiker in zit, palmolie in zit. Nou, dat zit in heel veel producten. Maar in ieder geval, het is dus eigenlijk nog steeds gewoon rotzooi. Mm. En ze bieden het aan voor baby's vanaf 8 jaar. Of vanaf 8 maanden. Baby's vanaf 8 jaar. Nee, dan heb je een groei af. Fors baby. Ja. Het is best baby. Maar er zit ook zonnebloempittenpasta. Ja, is het. Dat is echt de grootste boosdoener, heb ik begrepen. Nee, juist niet. Nee, dat vinden ze want juist daar heel zit goed. Zink en calcium en koper en vezels in. De reden waarom het dan zogenaamd wel heel goed is. Ja. En daarmee smeren ze het je. Dat legitimeert hen om te zeggen, nou, wij zijn zoveel beter dan andere pasta's, maar dat valt dus eigenlijk gewoon vies tegen. En dat is wel lastig natuurlijk als ouders. Mm. Want je wordt zo enorm misleid in supermarkten. Niet alleen door de kleine keuken, maar het gebeurt ook met die frisdrankjes, weet je wel. Of met die pakjesverpakkingen. Je moet echt zo ontzettend opletten dat je niet in de maling genomen wordt. Want je wilt het goede doen. En die verpakkingen zijn vaak ook hartstikke duur. Mm. Veel duurder dan gewone chocopasta. Dus nogmaals, je denkt maar je kan je dus net zo doet. Goed gewone chocopasta. Als je dan toch chocopasta wil geven aan je baby, is het überhaupt goed om chocopasta? Nee, natuurlijk toch? Nee. Precies. Dus ik zou dat sowieso niet doen. Moest wel lachen. Ik zat naar een huis vol te kijken. Er zit een familie in Tollebeek. Mm. Ik weet niet of je dat ook gezien hebt. Maar die vulde het flesje van de baby met sinaas. Ah. Toen zei die moeder, wat zit er nou in de flesje? Ja, sinaas, zei die. Ja, dat kan toch niet, zegt ze. Ah joh, maak dat nou uit, ze vindt het heerlijk. Ja, tuurlijk. Maar dat is slecht voor de tandjes natuurlijk. En dat soort dingen. Dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Maar dat zeg maar frisdrank in een flesje. Je tanden worden de hele dag door. Ja, want je dacht, er kan een speentje zitten natuurlijk. Ja. Wat je wel kan doen, is gewoon een fles water. En doe er lekker wat sinaasappelschijfjes in, weet je wel. Dan heb je ook. Nee, er zit geen smaak aan natuurlijk. Jawel, daar komt wel smaak aan. Zeker wel. Maar het is wat je kind leert natuurlijk. Ja, dat is waar. Want
Want ja. Hoe zit het eigenlijk met de speciaal, hè? De Carvan Zevitam? Dat was altijd het babydrankje, ja. Peuter en kleuter. Ja. Daar zijn ze ook helemaal van af. Ja, het liefste gewoon water. En als je dan toch een smaakje wilt toevoegen... het liefst of Wikkie, die pakjes zijn hartstikke goed. Er zitten maar 39 suikerklontjes in een pakje, geloof ik. Ja. Dat zijn echt afschuwelijk. Heel erg. Christy. Ja, ja. Allemaal dat soort dingen. Nee. Het is allemaal niet goed. Inderdaad, als je aanleert met water, dan heb je gewoon... Ja, weet je, daar zit je gewoon veilig mee. En wil je toch een smaakje toevoegen, iedere dag wat ander fruit erin en gaat hartstikke goed. Lekker. Nou. Ja, het is echt zo. Nee, maar ik denk dat het goed is voor het kind ook. Dat je ze opvoedt met minder zoetigheid. Want die hang naar zoetigheid is in ons hele leven... Wij vinden dat zelf ook lekker, Arnoud. Hè? Gevulde koek of als iemand weer met gebak binnenkomt. We zijn de eerste die vooraan staan. Maar het is natuurlijk, dat heb je volgens mij vanuit je jeugd meegekregen. Dat zoet lekker is en ik heb altijd veel snoepjes gekregen. Toen werd er natuurlijk helemaal niet op gelet, hè, toen wij hier waren, toch? Niet. Nee, en het zit hem soms ook in ons taalgebruik, hoor. Dat we zeggen van, als je je groente opeet, dan mag Ja, precies. Maar daarmee zeg je eigenlijk van, nou, groenten zijn hartstikke vies... maar als je ze dan toch wegkrijgt, dan mag je wat lekkers. Ik ben het eerlijk gezegd, in sommige groenten denk ik nog steeds... nou ja, ik eet het omdat het gezond is, maar echt heel lekker vind ik het niet. En dan kijk ik toch uit naar die gevulde koek die ik dan bij de koffie als beloning krijg. Ja, maar ook daarin denk ik van, je kan echt best wel wat van groenten maken... als je het anders bereidt, weet je. Ik heb sinds kort heb ik een grill. Pan. Nou, het maakt echt veel uit of je nou je groenten schilt of dat je ze gewoon... Nou, ik kom een keer bij je eten. En misschien kun je me dan... Blijf je koken is wel anders dan op de grillplaat. Ja, dat is waar. Ik doe lekker de andijvenhout in tosti-ijzer. Misschien is het dan wel lekker. Jullie nemen me lekker in de maling. Nee, helemaal niet. Ik niet, hoor. Ik ben serieus. Ik ook. Ja. Tot volgende week.